Bingo. Jongens, het dier. Gewoon overdag zit hij daar. Maar nu, als hij nog een paar meter verder gaat lopen, dan moet hij gebruik gaan maken van het voetpad. En dat gaat hij ook doen. Nou gaan we ook het moment krijgen dat we hem kunnen filmen dat hij het pad oversteekt. Waar is hij gebleven? Hij staat. Heel goed opletten. Hij vreet van de struiken. Maar ik wil het moment op camera hebben dat hij het voetpad overloopt. Dat heb ik waarschijnlijk zo nog nooit kunnen filmen vanuit het bos. Nou hoop ik niet dat daar voetgangers aan zijn, want dan wordt hij weer het bos ingejaagd. Laat op. Hij staat naast het pad. Hij eet gewoon de struik op. En je ziet het heel duidelijk aan zijn oren dat hij toch alles aan zijn omgeving en ook mij heel strak in de gaten houdt. Maar ik beweeg niet, dus hij heeft me niet in de gaten. Nu zie je pas hoe hoog die dieren nog zijn. Er zitten er twee. Het zijn er twee. Die andere kan ik niet zien, maar er zijn er twee. Ja, hij moet naar voren komen als hij het pad overgaat, jongens. Jongens, naast mij zit er ook één. Naast mij staat er gewoon één. Die is nog veel dichterbij. Maar ik hou deze in de gaten, jongens. Ik wil het moment hebben dat hij over het pad ingaat. Hij schrikt van iets, hij schrikt van iets. Er komen mensen aan. Kijk eens, wat een dier. Wauw. Hij is mega groot. Hij loopt gewoon over het voetpad heen. Wauw, jongens. Hij heeft er gewoon letterlijk scheid aan. Wauw, dit is echt een baas, jongens. Wacht even. We moeten heel langzaam gaan sluipen. Yes, daar is die. Ik wist het, hij gaat van die struiken vreten, wedde. Nee, hij gaat naar beneden. Jongens, we zijn hem uit beeld kwijt. Hij mag daar niet ingaan. Jawel, hij gaat erin. Oh nee. Wat nu? Hier aan de andere kant zit er ook een. Nee, hij komt terug, hij komt terug. Hij heeft me totaal niet in de gaten. Ik moet hoger gaan lopen, anders ben ik hem kwijt. Er zit een hek tussen, hij kan niet verder. Ik ben hem kwijt, hij is in het dal. Waar is die andere? Die zie ik niet meer, die zal hier wel het bos ingevlogen zijn. Let op, hier zit gewoon een hek tussen.
Dus hij moet wel op dit pad blijven. Maar nu, waar is hij gebleven? Kijk dan, hij loopt in dit vrije bos, loopt hij rond. Ja, die gaan we dus geen tweede keer meer voor de lens krijgen. Dat was een supergrote, maar nu, waar is die? Nee, ik zie hem niet meer. Ik weet niet hoe dat pad loopt. Waar is die nou? Hij is weg, hij is weg. Oh, ik baal hier zo van. Ik kan hem niet meer zien, jongens. Jawel. Ik hoor, hij staat bij het hek volgens mij. Wacht. Waar is die nou? Ik kan hem niet meer op beeld krijgen, jongens. Dit is balen. Hij is ook niet bij het hek. Waar is die dan gebleven? Er komt mijn wiel gaan eens aan. Hij gaat door. Oh, ik schrok even. Had hij dit pad inging? Hij rijdt gelukkig rechtdoor. Hij is dat pad ingegaan. Maar nu, waar is hij gebleven? Nee, jongens. Hij is over het hek heen gesprongen. Kijk. Ik weet niet hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft. Of het zijn er meerdere. Nee, ik hoor een geluid daar vandaan. Er zit er eentje waarschijnlijk aan de kant van het hek en één loopt hier vrij in het bos rond. Wacht, daar is een hek of niet? Oh, hij komt terug, hij komt terug. Wat doet hij nou dan? Hij is gewoon blijkbaar hier, of hij is er overheen gesprongen. We hebben de hele dag alleen maar dieren gezien. Zwijnen, een hazelworm, van dit soort dingetjes. Ik hoor hem niet meer. Jawel, ik hoor hem wel. Oeh, hij loopt daar, hij loopt daar. Hij loopt er nog steeds. Wacht even. Als we heel voorzichtig zijn en we sluipen heel langzaam die kant op, dan kunnen we misschien nog voor de lens krijgen. Nee, hij is weg. Nee, hij is er nog. Kijk eens eventjes. Wat is die aan het doen? Hij is van de bas aan het eten. Oké, ik blijf staan. Maar wacht, nou snap ik één ding niet. Nu is die waarschijnlijk aan de overkant van dit hek. Dus ze springen met gemak over dit dingetje heen. Wat ben ik blij dat die wielrenner niet hierheen gekomen is. Nou weet ik niet zeker of het er twee waren of toch eentje. Ja, kijk, als hij hier overheen is gelopen en hij zit daar, dan is het maar een heel klein stukje om voor hem eroverheen te springen. Of zou dit hele gebied ook afgerasterd zijn? Ik weet wel dat dit hekwerk daar zo loopt. Maar dan zou dus daar ook nog een hekwerk moeten zitten. Maar daar heeft hij dus scheid aan, want daar springt hij gewoon overheen. Kijk dan hoe laag dit hekwerk is hier. Nee, het is geen wildrooster. Het is gewoon een hek. Ik denk al, dat is vreemd als hier een wildrooster zou zijn. Het is gewoon een hek. Nee, hij staat hier voor me. Hij staat hier voor me. Kijk daar waar hij staat. Yes, we hebben hem weer. Het is een hele jongen. Kijk dan, hij heeft er letterlijk scheid aan. Kijk dan hoe die loopt. Kijk dan hoe die loopt. Kijk eens hoe die gaat.
Wauw, kijk eens naar zijn face hoe die eruit ziet. We gaan hem strak in de gaten houden, jongens. Nee, hij staat achter de boom. Wat doet hij nou? Wat doet hij? Hij sprong op of zo. Ha? Wat was dat? Wat gebeurde er? Nee, hij loopt daar. Kijk hoe die loopt. Kijk eens. Hij stopt. Er is iets. Ja, er komt een fietser voorbij. Ah, dan gaat hij van zich afkijken. Hij is gewoon letterlijk aan het krabben. Kijk dan wat hij allemaal aan het doen is. Kijk dan, hij beukt die hele boom omver. Ik wist niet dat ze dat gedrag vertoonden. Waar gaat hij helemaal heen? Jongens, hij verdwijnt gewoon in het diepe bos. Nou kunnen we nog een poging wagen om hem nog een keer voor de lens te krijgen. We hoeven alleen maar dit hekwerk doorheen te gaan en dan is het waarschijnlijk weer feest. Maar ik heb nu het idee dat ik hem nu niet meer voor de lens ga krijgen. We gaan heel voorzichtig het hekwerk los doen. Nee, we maken te veel lawaai. Hij moet hier zitten. Als hier nou één persoon aankomt, dan is hij weg. Wat gebeurt er? Hij rent daar, hij staat. Wat gebeurt er? Hij schiet voor iets. Of is het een zwijn? Nee, hij is voor iets geschrokken. Er komt een fietser voorbij. Nu is hij helemaal daar. Hij zit nu tussen het wielrennerspad. Ja, we gaan hem kwijtraken. Hij gaat naar beneden. Dit waren hele vette opnames. Hoe is die zo ontzettend snel van hier helemaal erachteraan gekomen? Ik denk van hij gaat gewoon verdwijnen. In die hele dichte struiken daar. Maar dat doet hij niet. Hij blijft gewoon op het open veld staan. Ik hoor nog meer geluiden hieruit komen. Dit zit helemaal vol met wild, jongens. We hadden eigenlijk dat pad moeten hebben. Maar dan gaan we maar godsnaam hier lopen. Het komt allebei op hetzelfde weg uit waar we moeten zijn. Dit was super gaaf, jongens. En wat nog ook super en super gaaf is, dat ik jullie kan laten zien dat ik de... Daar staat het. De 10,72 kilometer heb gehaald. Wauw. En meerdere 100 meter pieken heb gehad. En nu komt het dat we vandaag een sport hebben gedaan. En ik kan jullie laten zien dat ik, als mijn horloge wil werken, wat nu heel moeilijk gaat, yes, de 12.923 stappen hebben kunnen zetten. Daar staat het. Wow, we zijn heel erg blij. Maar we zijn er nog lang niet, want we moeten nog veel meer stappen gaan zetten. Want we willen de 20.000 hebben gehaald. En dan hoop ik dat de zon onder is en dan gaan we naar huis. En dan gaan we met één hand in één beweging de douche schoonmaken. Heel gaaf. Gisteren kwamen we thuis van een hele lange wandeling. En voordat ik mijn kleren uit had, was ik al aan het stofzuigeren. Ik heb het ding direct gewoon gepakt. En ik ben gelijk aan de gang gegaan, jongens. En vanavond ga ik dat weer doen. Want hoe meer ik door het bos loop, hoe meer ik s'avonds en in de studio presteer. Nee, er gebeurt wat. Daar vloog een zwijn weg. Er gebeuren hier heel veel dingen in het bos. Wow. Nou, de adrenaline kick hebben we ook alweer te pakken. Gratis en voor niets. Gaaf, jongens. Nu nog kijken of we zonder benzine thuis kunnen komen. Wow, dat is echt kantje boord, jongens.
We reden straks op de dijk en toen plopte die al een beetje. Ik denk, oei, weet je, daar waren we niet al tevreden mee. Dus we gingen het gras helemaal loslaten en dan zo langzaam mogelijk gaan rijden. Er zitten meerdere dieren. Hier zitten zwijnen. Ik hoor allemaal geluiden, wacht. Ja, ik krijg ze niet meer op beeld. Ik hoor ze weer. Daar zit hij. Jas, wat gebeurt daar? Het is het hert of het dier. Wat doet hij? Wat is hij aan doen? Hij is aan het trappen met zijn poot. Kijk dan hoe hij dat zand verplaatst. Dan hoop ik dat ik hem er weer vol krijg. Nee, er zitten takken voor. Wat is hij aan het doen? Hij is gaan liggen. Hij is letterlijk op de bosgrond gaan liggen. Dan hoop ik dat ik hem tussen die bladeren kan filmen. Oké, poging 2. Hij ligt op de grond. Oh, er zitten bladeren voor zijn face. Oké, nu komen de twee mensen aan. En die heeft hij in de gaten, daar kijkt hij naar. Oké, ze lopen verder. Dat had hij wel degelijk in de gaten. Hij is aan het herkomen of zo, ik weet niet wat hij aan het doen is. Wat is hij met zijn moel aan het doen? Is hij nou weer gaan staan? Nee, hij ligt er nog steeds. Het is wel heel erg vroeg. Maar ik denk dat hij zich aan het klaarmaken is voor de avond en de nacht. Nu wil ik eigenlijk gaan schreeuwen van kijk deze kant op, maar dat doe ik liever niet, want misschien gaat hij dan opstaan en verjaag ik hem. Maar hij moet gewoon deze kant op kijken, maar dat doet hij niet. Als hij dan gewoon deze kant op gaat kijken. Oké, het dier in de gaten houden is ook al heel erg spannend. Oké, er is iets met zijn oren aan de hand, hij hoort iets. Ja, aan de rechterkant, bij zijn oor, daar zit ook iets in het bos. Ja, en nu sta ik er zo bij dat ik niet zelf kan kijken of de mensen achter mij komen. Daar baal ik heel erg van. Ik kan alleen schuin mijn voorkant van het pad in de gaten houden. En meer niet. Er zit ook iets bij de waterpoel, zie ik nu. Kijk dan, als je zo zou staan, dan zou je hem eigenlijk gewoon totaal niet in de gaten hebben. Maar hij ligt wel degelijk op de grond.
Nou komen er wel degelijk mensen uit het hekwerk. Ja, het hek klapte dicht. Dat heeft hij ook in de gaten. Nu klapt het hek nog een keer dicht. Oké, wacht even. Ik vertrouw het niet. Waar sta ik? Ik weet niet wat er allemaal aankomt. Ik hoor het hek meerdere malen dichtklappen. Ik hoor paardengeluiden. Ik hoor mensen. En er komt een hele grote roofvogel overvliegen. Die moeten jullie gehoord hebben. Oké, er gebeurt wat. Nou ben ik hem kwijt. Nee, we hebben hem weer. Oké, er komen mensen aan. Oké, ze komen deze kant op rennen. Ik ga de video beëindigen.